Ja, in deze video een overzichtje van een app dat ik gemaakt heb voor mijn Zero SRF. Uh, als het niet overeenkomt met, met mijn lippen die bewegen, dat is het omdat ik het achteraf uh, gesproken heb. Maar goed, een merendeel ga je mijn mond niet zien. Kijk, hier zie je ook... Ja, juist wel. Juist niet. Doet er niet toe. In elk geval, ik ga zoveel mogelijk van de app zelf laten zien. Het is een app die ik gemaakt heb voor de Zero, uh, elektrische motorfiets. Ik heb daarvoor gebruik gemaakt van een bestaande API. Dus wat Motorfly doet is eigenlijk met een 3G-connectie, verbinding maken. Die is altijd verbonden en gaat altijd zijn GPS-locatie en zo gaan delen met, het, ja, met een cloud service. En het is daar dat ik op ingehaakt ben. Hier zie je bijvoorbeeld ook, dit is uh, de, de, het eerste scherm van de app. Ik heb het bovenste deel van het scherm, zoals je ziet, met je juist het scherm wat minder fel aan het zetten, dat je meer kunt zien op de camera. Maar ik heb het bovenste deel laat ik hier bewust niet zien, omdat dat uh, mijn login laat zien. Maar hier die 64 is eigenlijk de 64 die, ja, dat is nu een andere motorfiets. Maar op uh, de motorfiets waarmee je verbonden zit, staat uh, diezelfde. Kijk, de mensen die een SRF of SRSM gaan die cirkel kennen, dat is dus eigenlijk diezelfde SOC of State of Charge die op je motorfiets staat. Uh, voor de rest staat daar van boven die 12.453 is de laatste doorgegeven kilometerstand. Dat eerste icoontje is eigenlijk als je de motorfiets laat vallen, dan gaat dat eerste icoontje enabled zijn. En dan die verbinding is als, je, als hij ingeplucht is, als hij al het opladen is de motorfiets. Dan het volgende icoontje in het midden is of dat hij volledig opgeladen is, dan... Of dat hem aan het laden is. En die laatste, dat is eigenlijk hoe lang dat hem nodig heeft, nog in tijd en minuten, om volledig opgeladen te zijn. Uh, maar dus alle informatie komt van die motorfiets. Tevens wat moet doen is de app installeren en de motorfiets deelt die informatie. En via de app haal je diezelfde informatie terug op. Uh, Hiervanonder heb je dan, dus dat was het overzicht eigenlijk. En dan heb je nog een ander tabblad, een soort van uh, referentiedak gemaakt. Heb. Dus dat is gewoon een overzichtje van. Allemaal info die interessant kan zijn als je zo'n fiets hebt. Denk aan, ja, dat zijn de verschillende platformen, maar er staan ook dingen zoals bijvoorbeeld hoe je je riem op het juiste moment moet zetten, de juiste spanning, hoe je die kunt aanpassen, wat de bandendruk is, onderdelen om te vervangen, dat soort dingen eigenlijk. Dan de volgende tab is een soort van uh, range estimator. Dus die gaat eigenlijk, uh, dat is volledig gebaseerd op uh, wat dat ook in de zero app zelf zit. Dus ik heb ben gewoon vertrokken van ja, dus die 64 is gewoon de 46 die, die bij mij geselecteerd is. Of, of dat de sok van mijn motorfiets op dat moment is. Dus dat is de initiële waarde. Maar je kunt van 0 tot 100% de accu. Uh, de, de sok eigenlijk gaan instaan en op basis daarvan krijg je dan een kilometer of een mijl afhankelijk van je instellingen en zie je dan de afstand die je kan doen. Er zijn zo verschillende wegen omdat je range ook sterk afhankelijk is van type wagen, op city bijvoorbeeld heb je het meeste range terwijl je op highway het minste range zult hebben. Uh, en dan hieronder zijn nog een paar parameters zoals bijvoorbeeld hoe koud of hoe warm het is. En hier zie je ziet dat de highway versus city bijna een halvering is van uw range. Maar dan, dan is het zo opgevat als je de, het weer verandert, bijvoorbeeld, dat is telkens een penalty dat je krijgt. Bijvoorbeeld het weer, het verschil tussen mild en cold is telkens een stap van 5%. Terwijl als je van warm naar cold gaat, zet je dan twee keer aan 5%, zet je met een verschil van 10% in de range, gewoon Omwille van de temperatuur, de buitentemperatuur. En dan ook die andere parameters, volgens mij correct herinner, zijn die andere. Hier, aggressive of conservative riding. En het landschap of je veel of weinig heuvels hebt. Dat is telkens een penalty van 10%. is het telkens dat er van de totale range afgaat. En dan hier die laatste tap, eigenlijk, is een kaart. En op die kaart kun je dan je huidige locatie, ook het weer zien op die locatie, maar de huidige locatie van de motorfiets. En uh, die, die roze rode cirkel daar rond is eigenlijk de range gebaseerd op je uh, sok en de range estimator die we daar juist Hier die 74 kilometer bijvoorbeeld. Um, of als je die minder zet, hier staat die nog op 30, dan zie je dat die cirkel verkleint. Nu die cirkel is wel in één rechte lijn, dus dat betekent dat dat niet altijd accuraat gaat zijn. Uh, al, opnieuw al die data komt van die motorfiets. En uh, je kunt dus ook een datum selecteren van onder en die gaat dan eigenlijk die GPS punten die die dag gelogd zijn, gaan plotten op de kaart. En voor elke dag dat je selecteert, gaat de route in een ander kleurtje plotten. En gaat hier van boven ook berekenen wat dat de totale afstand is van de routes die geplot zijn op dat moment op de kaart. De, typisch ga je. Kijk, hier heb ik nu hele rechte lijnen van de ene naar de andere locatie. Dat is omdat de motor op dat moment in transport was en dus maar hier en daar de locatie opgepikt heeft. Terwijl die andere routes die je hier ziet, daar heb je wel een route die echt de weg volgt. Dat zijn routes die ik dan ook effectief gereden heb. En dan zie je dat dat wel echt gewoon verschillende GPS-punten op die, op die wegen volgt. En, uh, ja, eigenlijk het feit dat dat een ander kleurtje krijgt per dag dat je selecteert, dat is een feature request geweest. Dat is iets dat iemand, een gebruiker mij gevraagd heeft dat ik geïmplementeerd heb. Dus ook aan iedereen, als je de app gebruikt of zelfs als je de app niet gebruikt, maar bepaalde opmerkingen hebt, als je wel of niet kunt coderen, dat doet er allemaal niet toe, laat gewoon op de website weten als je bepaalde feedback... Wel het is allemaal open source, ik heb geen, de app zelf slaat geen informatie, wel ja, ze slaat wel de informatie op als je dat aanvinkt. Uw login wordt lokaal op device opgeslagen, maar uh, verder doe ik daar niks mee, plus dat dat op uw device blijft. En dan de keer dat je een connectie maakt met de service, is dat rechtstreeks naar de, connectie, naar de service van de partner van Xerozelf. Dus ik zit daar niet tussen. Uh, als je me niet gelooft, moet je altijd in de app gaan kijken, en de broncode al heb ik liever dat je daar gaat gaan kijken voor uh, nuttigere toevoegingen, maar uh, ja, dat was het dan eigenlijk. Hè. Bedankt voor het kijken.